De laatste dag van de natste maand van dit jaar, want er is heel wat regen gevallen. Dan zou je het de laatste 14 dagen niet zeggen, want de meeste neerslag viel ook wel een beetje op een hoop. En ja, de leider is gebleven, of de plaats met de meeste neerslag is gebleven, Hengsel. En dat werd 234 mm. Gemiddeld over Nederland 130 en normaal valt er zo'n beetje 70 mm. Dus dan ben je wel dat een hele natte maand is. En de temperaturen gingen ook een beetje op en neer. En ik moet zeggen, de laatste week werd toch nog wel veel goed gemaakt van september. Want de temperaturen zoals vandaag liggen misschien ietsjes onder normaal met 16 graden. Maar op zich is het een heel aardige dag met de zon erbij. Gelukkig ook wat minder wind dan in het weekend. Want in het weekend toen was er ook behoorlijk wat wind en de zon was ook volop aanwezig. Nou, dan kun je mooi wandelen in de bossen, maar toen viel het allemaal wel wat met. En ook de foto's die gemaakt worden met de sluierbewolking is ook heel erg mooi. Bijvoorbeeld die vliegtuigstrepen die je op de foto ziet. Wil je ook een foto opsturen, dan kan je foto@gerritsweerpraat.nl. Het weer voor vanavond. Er zijn ook weer heldere omstandigheden en de komende nacht zal dat ook zo zijn. Temperatuur daalt weer naar een graadje of 6. En morgen dan hebben we ook een dag met temperaturen die vergelijkbaar zijn met vandaag. Misschien een fietsje hoger, kan het 17 graden worden, maar morgen is er ook volop zon. Vandaag zijn we met de weerpraat aan de buitenkant van Diem. Spoor loopt hier langs en aan de Kerkwijkweg zijn ze aan het bolderen, want er komt een randweg en er komt zelfs nog een tunnel onder het spoordeur. Vandaag zijn ze al een beetje met de voorbereiding bezig, eigenlijk al heel lang. Nou, en hoe het in de komende maanden gaat, dat zal dan zelf ook nog wel een beetje in de gaten houden. Ik denk dat de weerpraat hier nog wel eens een keer vaker doet. En daar hebben ze natuurlijk ook mooi weer bij nodig. Nou, deze week ging klaren, moet ik zeggen, want de temperaturen liggen dan een beetje rond de normaal. En ook is er redelijk wat zon te doen met woensdag. Misschien wel wat sluierbewolking zal woensdag de zon soms eventjes af kunnen schermen. Maar met 17 graden is het nog een hele aardige dag. Donderdag daarentegen en ook vrijdag dan is er meer bewolking. Het werd langzamerhand wel wat zachter. En vanuit het zuiden proberen storing toch wel dichterbij te komen. Dat zal wel resulteren in wat neerslag op donderdagavond en in de nacht naar de vrijdag. Vrijdag overdag trekken de buien dan weer naar het oosten weg. En dan volgen er vanuit het westen opklaringen. Een temperatuur vrijdag zal goede zaken doen, zal oplopen naar 20 graden. Al met al dus wel een klein beetje verzachting in de loop van de week. Maar de kans op neerslag neemt dan ook toe. En hoe het verder zal gaan, altijd spannend. Maar morgen is er weer een nieuwe weerpraat. Goed gaan.